Welkom op In Holland Haarlem bij de opleiding MBRT. Ik ben Pamela. En ik ben Robert. En we gaan jullie meenemen over onze opleiding om te laten zien wat zo'n dag bij ons een beetje inhoudt. Het is een vrij technisch beroep, maar je bent hier ook heel erg bezig met het werken met mensen. Een goed voorbeeld daarvan zie je hier achter me, daar worden röntgenfoto's gemaakt. We zijn nu een opname aan het instellen van het bovenlichaam, vooral voor de longen. En ik bestuur het apparaat, dus het lichtveld. Nou, hier leer je technisch instellen van de foto's en daarbij ook de patiënten instellen. En omdat we hier natuurlijk geen echte patiënten hebben, oefenen we op onze medestudenten. Ik zie hier allemaal van die mooie witte jasjes aan hebben. Moet dat? Hoort dat? In het ziekenhuis moet dat ook vanwege de hygiëne. Dus hier op school doen we dat eigenlijk ook al vanaf het begin. Ja, wij gaan straks naar de CT, daar kan je ook wel meekijken. We gaan nu naar een les toe, waar ze aan het voorbereiden zijn om met de CT-scan te werken. Hey jongens, wat ga je aan het doen? We hebben op dit moment een onbegeleide les. En eigenlijk kom je als geroepen, want we hebben nog iemand nodig die patiënt wilt zijn. Mag hier in de stoel komen zitten? Ja. Die jasje. Nou, moet ik weer jasje zijn. Ik merk wel dat jullie flink fysiek bezig zijn, klopt dat? Ja, dat klopt. Maar het hangt wel vanaf hoeveel praktijklessen je op een dag hebben, hoe zwaar het eigenlijk lichamelijk is. Ja. Nu zijn we vooral bezig met het instellen van iemand, jij als patiënt bijvoorbeeld. Maar zodra we echt een scan willen maken, kunnen we een pop gebruiken, omdat we niet de straling op echte mensen mogen gebruiken. Oh, oké, gelukkig. Dus meteen zijn er geen pluimpjes van mij, stiekem? Nee, die doen we niet. Op naar de volgende les. We maken natuurlijk heel veel afbeeldingen tijdens onze praktijklessen. En wat we daar nou precies mee doen, dat ga ik jullie nu laten zien. In dit lokaal hebben we een aantal computers staan waarop we beelden bekijken die op een radiologieafdeling gemaakt worden. CT-scan, MRI en röntgenfoto's, dus skelet vooral, dat soort dingen. En de student moet kijken of een afwijking te zien is. En wat verder belangrijkst is voor ons beroep, voldoet die aan de criteria, zodat de radioloog een diagnose kan gaan stellen. Oké, nou heel erg bedankt voor de uitleg. Interessant. Okay. We staan nu voor het nucleaire geneeskundelokaal, waar we ook heel veel praktijklessen doen. En daar wil ik jullie ook even in meenemen. Ja. Hallo jongens. Hallo. Zou ik even jullie wat mogen vragen? Jazeker. Wat vind je eigenlijk van de praktijklessen? Ja, dat vind ik erg uitdagend. En dat is ook wat we later in de toekomst zelf gaan doen in de praktijk. En nu zijn we hier bezig met een nucleaire les. En nu gaan we de collimator wisselen en het bed wisselen. Oké, en wat is een collimator precies? Nou, die houdt straling tegen, zodat je alleen de straling meet die uit de patiënt komt. Kom maar die kant op. Zo voor je vingers. Juist. Nou, we staan nu voor een radiotherapielokaal en daar gaan we even een kijkje nemen hoe een les verloopt. Bij radiotherapie gaat het erom dat we de kankercellen van patiënten die kanker hebben weghalen met bestraling. Nou, hier hebben we dus een virtuele patiënt. Ik zal even inzoomen. En de bedoeling is dat we die groene laserlijnen op de kruispunten zetten, want daarmee zorgen we dat de patiënt goed ligt. Oké. En wat doe jij precies dan met afstandsbediening? En met deze afstandsbediening verplaats ik de tafel waar de patiënt op ligt. Zouden we nog even mee mogen kijken in de les? Tuurlijk. Het gebied waar die bestraald moet worden ligt eigenlijk helemaal in het midden van de patiënt. En om ervoor te zorgen dat al het gezonde weefsel, de gezonde celletjes, zo min mogelijk beschadigd worden, gaan we van alle kanten een klein beetje bestralen. En dan uiteindelijk komt alles bij elkaar in de plek waar de kanker zit. Dit is trouwens ook wel even leuk om te zien. Hier binnen maken ze echo's. Kom mee. Bij echografie maken ze gebruik van geluidsgolven. En daarom is het dus heel veilig om ook op elkaar te echoen. En wat voor vakken heb je nou eigenlijk nog meer? Je hebt sociale vaardigheden, omdat je ook met patiënten bezig zou zijn in het ziekenhuis. En curveanalyse en stralingsfysica. Oké, klinkt best lastig. Vond je dat ook lastig? Ja, ik had eerst heel veel moeite met wiskunde, maar ik heb een zomercursus gevolgd voor de opleiding en dat heeft me echt heel erg geholpen.
Oké, okay. Nou, thanks. Ik zie jullie zo meteen nog beneden, toch? Ja, oké. Okay. Tot zo. Hey jongens! Hey. We willen jullie nog even bedanken dat we vandaag met jullie mee mochten lopen. En dat we zulke toffe dingen hebben mogen zien. Ik heb eigenlijk nog één vraagje. Mm-hmm. Waarom zou iemand nou voor deze opleiding moeten kiezen? Nou, wat heel erg leuk is aan deze opleiding is dat je twee kanten hebt. Je hebt de technische kant en de sociale kant. En dat spreekt mij en ik denk meerdere mensen heel erg aan. En je hebt veel praktijklessen. Oké. Okay. Nou, alsnog heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. En misschien tot een snappel. Ja. Ik hoop dat we een beetje goede indruk hebben kunnen geven over de MBRT hier in Haarlem. En we hopen jullie snel weer te zien. Doei! Doei.